Welkom bij de 1.5 Samen in Actie podcast. Energie heb je nodig. Die komt uit verbranding en je verbrandt dan energierijke voedingsstoffen. Bijvoorbeeld glucose. Glucose, samen met zuurstof, die kun je verbranden. En dan ontstaat er koolstofdioxide, water en natuurlijk waar je het voor doet, energie komt er vrij. Die energie heb je nodig om te kunnen bewegen, om bijvoorbeeld verteringssappen te maken, maar ook om te groeien en om warm te blijven. Afvalstoffen die ontstaan zijn koolstofdioxide en water, die raak je kwijt via je longen, water en andere afvalstoffen via je nieren en water ook nog via de huid. Op drie manieren kom je van die stoffen af. In elke cel vindt verbranding plaats. Elke cel komt glucose aan via het bloed, zuurstof komt aan via het bloed en er ontstaat koolstofdioxide en water en energie natuurlijk. De koolstofdioxide gaat de cel weer uit, het water ook en de energie die wordt gebruikt. Het verteringsstelsel zorgt ervoor dat glucose in het bloed komt. Het ademhalingsstelsel zorgt ervoor dat zuurstof in het bloed komt. Het spierstelsel krijgt glucose en zuurstof via het bloedvatenstelsel. Er ontstaat verbranding en koolstofdioxide en water die worden weer afgegeven aan het bloedvatenstelsel. Koolstofdioxide gaat door het ademhalingsstelsel naar buiten. De afvalstoffen die gaan via het uitscheidingsstelsel naar buiten. Samen in actie dus. Hey, dit waren de podcasts van Samen in Actie. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.